De grootste barrière voor de energietransitie zit tussen onze oren. In alle opzichten is een denkomslag vereist. Zomaar de hele Noordzee volplempen met windmolens, dat gaat hem echt niet worden. Daar kan de zee, zeker zoals ze nu is, niet tegen. Is het mogelijk om windmolenparken op zo'n manier aan te leggen dat ze een positief effect hebben op de verscheidenheid en de duurzaamheid en de kwaliteit van de natuur? Power needs to be consumed when it's produced, and with the right storage solution, including hydrogen-based solution, we can match demand and supply a lot better. As an offshore wind developer, we have always been focused on avoiding impacts of our projects on nature and mitigating those impacts that we could not avoid. And now we're moving in a direction where we're much more focused on delivering positive effects. So that's a step change for us. We are future-proofing our workforce. I think it's essentially a benefit for everybody.